Oh, hallo allemaal. Ik ben Chloe. En ja, ik heb een hond, Puk. En ja, ik zou een home tour doen. Dit is mijn slaapkamer. Ik vind hem zelf superleuk ingericht. Helemaal zelf bedacht. Zo, dan heb ik hier een beetje, ja, hoe noem je dat? De woonkamer met een gamecomputer natuurlijk. Hier heb ik nog een gameplek als iemand bij mij komt gamen. Hier heb ik ja, naar buiten en een lekker automaat. Hier heb ik ja, een gewoon superleuk plekje met mijn dagboek en mijn jas. Ja, ik heb een gebroken spiegel. Mijn popcornmachine, dit. Ik zal het kastje laten zien. Mijn lonely, alleen bordje en beker. Nou, dan is hier natuurlijk de koelkast. Oh, popcorn, het ligt er nog op. Dan hebben we hier de badkamer en dat was mijn huis. Ja, laten we Puk gaan uitlaten. Want ja, of... Oh nee, hij is net geweest. Laten we hem gaan trimmen. Zo, kijk. Ik leg altijd dit dan zo neer. Zo, dan ga ik zitten. Pak ik Puk op mijn pak ik Puk. En dan ga ik hem eerst even borstelen. Zo, dat vindt hij nooit echt fijn. Dus hij gaat altijd weg. Kom Puk. Zo, die doe ik in de doos. Dan gaan we een beetje zijn haartjes wegvegen. Zo. Zo. Dan gaan we knippen. Want hij is echt pluizig. Zo, hij is klaar. Zo, Puk, ga jij maar slapen of zo? Ik moet nog heel even... Maar hij kon toch slapen op dat matje? Nou ja, blijkbaar niet. Want ik dacht dus dat hij kon slapen op dat matje. Ja, dat had ik een keer gezien. Maar blijkbaar kan dat dus niet. Ik denk... Oh, het wordt al avond. Ik ga even avondeten maken. Even kijken, wat ga ik eten? Eerst mijn eten. Mijn deze en deze. Hop. Zo, die zet ik even op tafel. Trouwens, is een nieuwe story voor mensen die het nog niet weten. Ik ga pasta maken. Die heb ik nodig. Een pasta. Hop. Die zet ik even op. En een tomaat. Zo, dit maak ik even. Oh ja, en op het vuur. En ik gebruik geen pan, vind ik ouderwets. Even wat limonade inschenken. Ik hou van limonade. Zo. Zo, dit. Oh, was heel lekker. Zo. Zo, die daarin. Die in de kast. Zo. Zo, dan pak ik wat popcorn erbij. En dan ga ik denk een film kijken. Mijn lievelingsserie. Dus tot over een kwartiertje. Kwartiertje later. Oké, nou even zo. Even dit afruimen. Zo, dit daar. Oh, die moest ik nog net opeten. Zo, dan gaan we dit eventjes met pyjama aandoen. Even kijken. Ah, hier. Zo, dit daar. Zo. En dan nemen we die even mee. En dan gaan we dit even in de wasmachine stoppen. En dan kan ik het in de ochtend, kan ik het dan weer, ja, noem je dat? Niet aantrekken, maar is het helemaal schoon. En in mijn kledingkast leggen. Zo, pakken we deze en die. Zo, doen we er wat van dit poeder bij. En van dit, ja, hoe noem je dat? Wasmiddel, denk ik. Zo, en dan ga ik denk ook nog even in bad, want daar heb ik wel zin in. Eerst ga ik eventjes mijn tanden poetsen. Zo. Zo, even wat dit erop. Zo, nu tanden poetsen. 2 minuten later. Zo, ik ben wel klaar met tanden poetsen. 2 minuten gedaan. Even mijn avondspray op. Even mijn haar borstelen. Oh ja, mijn droger aan. Mijn wasmachine aan. Nou, ik ga morgen wel hoor. Ik doe eventjes zo. En dan ga ik maar slapen, want ik ben echt heel moe. Dus ja, wat rust allemaal. Het werd ochtend. Oh, ik heb geen klok. Oh ja, tuut. Oh. Goedemorgen allemaal. Wat zou ik eens aandoen? Het ziet er allemaal zo leuk uit. Ik denk dat ik dit aan ga doen. Perfect. En dan nog met dit strikje. Superleuk. Laten we even mijn wasmachine gaan uitruimen. En mijn tanden poetsen natuurlijk. En ontbijten. Eerst doe ik de was. Kijk, dat is al klaar. Zo, dit haal ik eruit.
Even kijken. Oh, het overstroomt met de zeep. Zo, dit pak ik even. Zo, en dit laat ik daar heel even drogen. Zo. Oh, en dan ga ik even ochtendeten maken. Want ik heb echt dorst. En ik bedoel honger. Zo, dit zet ik daar neer. Ik ga voor een worstenbroodje. Zo. En dan drinken. Ik doe wat popcorn blijkbaar erin. Wat koffie. En nog wat limonade, blijkbaar. Nou, jongens, dit had ik dus niet van plan om zo te doen. Maar ja, het is wat het is. Zo. En dan ga ik dit heel even opsmullen. Oh, wat lekker is dit. Zo. Zo, zo lekker. Dan neem ik denk ik ook nog wel wat lekkers. Want ja, daar heb ik wel zin in. Ik ga nog wat lekkers nemen. Zou ik kiezen voor chips of die? Ik denk dat ik eerst even een bakje moet pakken ervoor. Nog wel ben ik weer lekker voorbereid, jongens. Dit bakje wel pakken. Zo, ik kies wat chips. Daar heb ik wel echt zin in. En dan ga ik ondertussen even gamen. Zo, wat chippies erbij. Altijd lekker. Zo, zet ik die hier op de grond. En dan pak ik mijn game controller. Zo. En ja, Puk komt heel vaak bij zitten. Zo, let's go. Oh, ik heb gewonnen. Maar oké. Dit even in de vaatwasser doen. Ondertussen is Puk ook bij mij geweest. Vaatwasser, ik bedoel in de kast. En dan kan ik denk ik Puk gaan uitlaten. Laten we nog één lekker ding aannemen. Een donut. Daar heb ik wel echt trek in. Wacht, gezond. Hap, hap, hap. Een banaan. Oké, ik doe even mijn jas aan. Zo. Zo, oké. Dan ga ik Puk pakken. Kom maar. Even kijken. Dan neem ik een snoepjes. Nou, dat hoeft niet. Mijn huissleutel mee. Pinpas en huissleutel. Zo, laten we naar buiten gaan. Oh ja, en wat drinken natuurlijk. Dat was ik helemaal vergeten. Even kijken, wat drinken. Zo, nu kunnen we er gaan. Nou, let's go. Zo, Puk, we zijn er. Zo, ga maar eerst eventjes daar. Een klusje. Oh, je hebt ook een poepje gedaan. Laten we dat even opruimen. Dat moet hier. Zo, en dan zetten we die daar neer. Kom, Puk, dan gaan we daarheen. Kom, doe maar dit kunstje. 1, 2. Ja, goed gedaan. Hé, wat is er? Tel me maar. Je mag alles vertellen. Kan ik u vertrouwen? Noem me maar je. Ik ben niet zo oud. Sorry. Ja, maar wat is er? Nou, ik ben eruit gezet en toen zit ik hier al 2 dagen. Oh, wacht even. Ik wil even wat regelen. Hallo, hond. Wat gaat het met jou? Hallo, zou ik 1... ijshoorntje mogen en zelf versieren? Ja, pak maar. Oké, even betalen. Zo. Een ijshoorntje. Dan wat ijzer op. En doe die. Dat is wel goed. Kijk eens voor jou. Hier, een ijsje. Zo. Maak ik zelf ook nog even een ijsje voor mij. Ik heb trouwens 2 betaald. Zo, en die erop. En dan kies die. Die is ook goed. Die ook betalen. En dan nog een nieuwe ijsje. Zo, nou, hartelijk bedankt. Kijk eens voor jou ook ijsje. Zo. Dankjewel, mevrouw. Maar ik ben het huis al zitten. Ik heb nu geen huis. Hoe ben je met mij mee? Echt waar? Ja? Ja, heel graag. Het komt ook bij. Oké, kom maar met mij mee dan. Kom. Oh, kijk. Hier zit zwembad. Even kijken. Wil je zwemmen? Nee. Oké, kom. Dan gaan we. Want ja, het is al best wel laat. Nou ja, het is niet laat, maar het is tijd om te gaan. Oké.
Wat leuk is deze story, jongens. Want ik vind hem zelf echt heel leuk. Dus ja, ik hoop natuurlijk dat jullie hem ook fantastisch vinden. En jongens, we hebben 2K. Jongens, daar komt nog zeker een aparte video van. Maar hartelijk, heel erg, heel erg bedankt. Zo, kijk, we zijn er. Oké. Wil jij Puk naar mijn kamer brengen, helemaal daar links? Of rechts? Wat is het? Rechts. Ik weet niet hoe het voor jullie is hoor, maar voor mij zit rechts. Daar rechts en dan op zijn mandje zetten. Ja, heel graag. Hoi Puk, ga jij maar lekker slapen? Ja. Zo, die slaapt. Met een mooi huis. Zo, oké, kom, dan gaan we alles even uitruimen in mijn kamer. Nou, dit is dus mijn kamer en ik denk ik nu ook een beetje jouw kamer. Alleen, kijk, ik heb nog als goed een bedje voor jou. Wacht even, wacht daar. Ik kan hem even halen. Oh, dat is vet. Zo, we zijn er. Ben je alweer een beetje afgekoeld? Nee. Oké, dan niet. Kom, ik ga je nu echt brengen. Hoor. Nu ben ik er klaar mee. Hallo? Ja, ik kom Lara hier brengen. Lara, mijn kind. Hoi pap, ik heb me weggebracht. Lieverd, het spijt me voor alles wat ik heb gedaan. Sorry mij ook. Maar ja, ik wil geen vrienden meer zijn. Nee. Ik schrok hem en ik was zo verliefd. En hij begon. Ze hebben kwartier gehad. Oké, het gaat alweer, jongens. Oké, het is gewoon, weet je, ik heb een kind weggebracht net. Dat was al best wel zwaar, die ik zelf heb gevonden. Maar hij heeft... Oh, wacht. Waar ik nu achter kom is absurd. Dat betekent dat hij dat kind gewoon heeft gedumpt in het bos. Daar ga ik echt naar de rechtszaal, want dat kan niet. Je kan niet zomaar een kind in het bos achterlaten. Waarom heb ik haar nou weer teruggebracht? Ze is nu alweer geadopteerd. Oh, kom op, word kalm. Oké, ik ga nu een oproep plaatsen bij de rechter. Nu, meteen. Ik sta alles over, want misschien kunnen we straks wel terecht. Ik denk pas in de ochtend, maar ik pak mijn iPad en ik ga snel een bericht plaatsen. Hoi rechter, ik wil graag met u spreken. En ook met Mark erbij en Lara. Groetjes van, hoe heet ze nou ook alweer? Chloe. Groetjes Chloe. Oké, ik kan... Wacht, ik heb een bericht. Yes, ik kan morgen gelijk online. Online. Terecht. Oké, ik ga nu maar snel slapen. Ik heb het gedaan. Tanden poetsen, slaap er 1 keer over. Want ik moet heel snel gaan slapen, en is de dag snel om. Oh ja, ik heb mijn app trouwens dat we moeten gaan. Rust. De ochtend. Oh, goedemorgen allemaal. Vandaag is het de dag dat ik naar de rechter ga. Ik vind het heel spannend. Maak me niet onder spanning, want ik weet niet wat ik aan moet trekken. Dit is wel niks voor de rechtszaak. Dan die zwarte band op. Oh ja, dit is geweldig. Oh ja, dit moet straks de wasmachine in. Doe ik later wel, want ja. Even kijken hoor, heb ik alles? Nee, ik heb niet alles aan het doen. Die. Oh, waar is dat nou weer? Oh ja, mijn water. Zo, oké. Nou, dit is genoeg. Ik leg dit eventjes daar neer. Oké, doei. We gaan, ja. Oké, wat een pret. Oh, mijn telefoon is aan. Doei. Oké, ik ben aangekomen. Hoi, meneer. Hallo, jij komt voor de afspraak met Lara en, hoe heet die man ook alweer? Ik noem even Max. En, ja, mijn naam, Quinty. Hoe heet ze nou? Chloe. U bent blauw. Ik toch altijd, hè? Ben ik blauw. Oké, ik zet mijn spullen hier neer en ik ga nu wachten. Hallo, ik ben Lara en ik hoop dat ik een goed gesprek hier ga voeren. Ik ga daar zitten. Het bedje moet van de weg. Die had ik al weggegooid. Oké, ik wil eerst het verhaal van de man horen.
Mooi is het niet, hè? Nou, oké. Wat is dit? Wat heb ik een witte kamer? Oh, trouwens, jij mag een pakje. Oh, jee! Oh, dat is alleen bij hulpjes. Oké. Jouw kant van het verhaal, oftewel jouw. Oké, mijn verhaal van de kant is, zij pikten het niet dat ik een kind had met een ander mens. En dat die bij mij kon wonen, oftewel Lara. Dus het is niet mijn kind. Wat zeg je? Dat het niet mijn kind is. Chloe, heb jij daar wat op te zeggen? Ja, dat je zomaar in bed lag met een andere vriend? Lara, Chloe, vertrouw me nou. Bedoelde ik niet zo. Oké. Is er nog ergens een lichtknopje? Ja, nou. Oké, ik weet genoeg. Ik ga het even bespreken met mezelf. Oké, ik ben tot conclusie gekomen dat eentje de winnaar is die je groot gelijk hebt. En die vertrouw ik ook, want ja, ik zag in haar gezicht dat ze het echt meende. En ja, je mag zelf de beslissing nemen of dat je het kind houdt of het kind niet houdt. Ja, weet je, het betekent niet dat het alleen voor die kant is. Oké, best. De winnaar die deze staking, of hoe je het ook noemt, heb gewonnen, is blauw. Ik vond jou heel goed. Yes, lekker puff voor jou. Dus Lara, ik hou jou niet. Ga maar lekker bij je vader wonen. Doeg. Oké, ik vind dit heel leuk, deze story. Ik ga nu naar huis. Naar huis met Doka. En dan is de story helaas nog niet afgelopen, maar deze aflevering wel. Zelf vind ik deze super leuk en ik kreeg heel veel de vraag, op welke dagen post jij nou? Ik heb niet een dag per se dat ik post. Ik post eigenlijk wanneer ik kan of ik wil. Dus ja, ik hoop dat nu een beetje duidelijk is voor de mensen die het hadden gevraagd. Dat weet je van jezelf. Maar ik ga. En dan zeg ik altijd doei!